Die vrouw die kijkt zo naar mij. Oh shit. Zo'n vriendelijke vrouw. Ik zeg, mevrouw, je hebt mijn spiegel kapot gereden. Kijk zo naar die spiegel, die hangt daar zo helemaal uitgebengeld, zoals jullie kunnen zien. Hangt er zo helemaal uitgebengeld. Dus ja, niet goed, hè. Ik zou geen vlogger zijn als ik niet alles film. Ridley. Zwaar, hè? Ja. De Ridley. Dit is even de radio verschuld van de, je weet wel, copyrightjes. De Ridley heeft, is nu met mij naar huis aan het rijden. Het gaat met mij helemaal niet goed. Ik ga ook direct stoppen met babbelen, want mijn hoofd begint weer te steken. Maar ik was net met Ridley naar Balkania geweest, de Sisha Lounge van Kosso. Ineens kreeg ik steken in mijn hoofd. Mijn hart begon zo raar te doen. Ik begon zo te trillen. Koude neus, koude oren. Nog steeds eigenlijk. We beslissen om naar huis te gaan. En ik zeg, ik ga nog gat naar het wc plassen. En ik sta op die wc en ik... Ik moet me zo vasthouden, mijn hoofd tegen de muur zo houden. Ik zei, what the fuck. Ik ga plassen en op een bepaald moment, ik heb gedaan met plassen, ik doe mijn broek dicht. Ik wil teruggaan naar Ridley om de auto te gaan instappen en te gaan betalen. En ik zak gewoon los in mijn benen, bro. Niet normaal. Ik ging gewoon los in mijn benen. Ik ben dan op een zetel gaan zitten en dan was het weer oké. Maar vanaf het moment dat ik recht sta, zegt mijn lichaam, we gaan niet meer verder, man. Het is klaar. Dus het is nu zaterdag. Morgen ging ik van 1 tot 10 uur live. Dat gaan we wel eens mooi cancelen, denk ik. Maandag gewoon naar de dokter gaan. Even een paar dagen rust nemen voor mezelf. Want dit is niet oké. Dus bij deze het begin van een nieuwe vlog. Anders dan anders. Maar zelfs mijn ogen open houden pijn. Dus ik ga even hier de vlog afsluiten morgen. Of ja, de vlog. Het fragment afsluiten. Morgen gaan we... Wat dus... Morgen gaan we verder en dan gaan we feedback geven. Dan gaan we een tussenstand geven van de situatie. Maar op dit moment gaat het niet goed. Ridley is onderweg met mij naar huis. Brian is ook onderweg. Die gaan nog samen rustig een pintje pakken en er voor mij zijn in de nacht. En dan morgen gaan we zien hoe het is als we opstaan. Maar dikke shout-out naar Ridley al die dat voor mij wil doen. En nu is het even tot morgen. Joejoe. Omdat ik een verrassing heb voor Lorenzo. In deze zak had ik die gestoken. En hij weet het niet. Dus. Zo, ik heb dus een verrassing voor Lorenzo. Ik had dus tot daarnet mijn theorie-rijbewijs nog steeds niet. En hij is altijd over aan het zagen dat je moet halen en zo. En dat je dan zelf met de auto kan rijden, bla bla bla. Dus ik ben dat daarnet, zonder dat hij het weet, gaan doen. Ik ben geslaagd. En ik ga hem nog eens sabiet zeggen. En ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Dus ja, we gaan het zien. Ik kom nu de bakjes die weer al niet leeggemaakt zijn, leegmaken. En terughalen voor terug te vullen. Oké, dus ze was net aan het filmen, Lina. Maar ze dacht dat ze aan het filmen was, maar ze had vergeten op record te duwen. Het was in ieder geval, we zijn een dagje later, twee dagjes later, dan de opname dat je in de auto hebt gezien. Het gaat al iets beter, maar nog bij belangen niet goed zelfs. Ik heb nog heel veel steken in mijn hoofd, heel slap, heel veel zweten en zo. De dokter is net weg en die heeft mij verteld dat ik in combinatie met mijn lichaam die oververmoeid was en waar ik uiteindelijk sinds januari al zoiets van een 4-5 uur slaap per nacht heb, dat in combinatie met de griep. Dus ik heb de griep te pakken, dus niet gewoon een griepje, maar de griep die aan het rondgaan is. En dat in combinatie met oververmoeidheid brengt mij nu tot op dit punt, dus dat is niet zo goed. Maar Lina was net aan het filmen en ze zegt, dit moet ik filmen. Ze zei tegen mensen, vandaag naar de wellness ging met haar vriendinnen, maar daar heeft ze over gelogen, dat was niet waar. Ze heeft... het was een leugentje om best te doen. Ze heeft haar theorie-examen gaan halen. Ze heeft gewoon fucking 46 op 50, dat is meer dan ik had. Voor haar rijbewijs. Ze wil zeggen dat ze nu met haar praktijk kan beginnen en dan kan zij ook rijden, dat is fucking nice. En dat is keigoed, liefje. Voor... Als het kindje van mijn broer komt en zo, dan gaat allemaal veel gemakkelijker zijn als je een rijbewijsje haalt. Ja, liefje. Ja, dus ja. Dat gaat nu wel niet op 2-3 maanden zijn, man. Oké, het is niet zo spontaan dat ik happy wil, maar net als het veel spontaner, maar dat is super goed. Ik ben echt gezegd dat de wellness was met haar vriendinnen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar op deze manier hebben we een beetje content en hebben we misschien toch een vlog voor woensdag, wie weet. In ieder geval, ik kan nog wel genieten van de content van Don. Want die is nu de Harry Potter game aan het spelen. Verkleed als Hermeline. Deze man heeft al meer dan 250 subs gekregen de afgelopen 10 minuten.
Dus ja, ik gun het hem sowieso. Dus ik ben hem dik aan het steunen door te kijken. Terwijl ik ziek ben. En ja, nu zaterdag moet ik naar Redix. Dus ik hoop dat ik kan gaan. Dat ik dit al uitgeziekt ben. Want op dit moment voel ik me echt een vod eigenlijk. Maar ja, desondanks laat ik dit ook gewoon zien. En ja, dat is hetgeen wat ik krijg doe. Mijn leven delen met jullie. Dus bij deze. Duimpjes omhoog. En laat weten in de reacties wat je van deze zieke vlog vinden. Nee, ik ben blijer dan dat ik het zelf gehaald heb, liefje. Dat dacht ik al wel. Pas op met het mes. Ja, ik... Jij weet wat anders. Ja, zeg, je bent gek. Liefje. Ik zweet helemaal. Ja, je stinkt een beetje zelfs. Oeh. Heb je al een beetje water gedronken? Ik heb al net gedoucht. Ja, maar je zweet een beetje. Vies, hè. Maar ik ga me laten verwonderen door mijn liefje. Ze gaat puree maken van spinazie. Zeg, daar net wat wil je eten? En hij zegt... Maar ik wil malheur en ijs. Ja, malheur. Maar ze zeggen altijd als je ziek bent, dan moet je eten waar je zin in hebt. En voilà, dat ga ik doen. Hé, Flippy? Jij hebt ook elke dag waar je zin in hebt? Zware Flippy? Oei. Flippy heeft er niet zoveel zin in. The next day. Amai. Ik weet niet hoe ik eruit zie. We zijn al dag 3. Nee, we zijn vandaag dinsdag. Dus dat is zaterdag, dan zondag, maandag, dinsdag. Kun je tellen? Zaterdag, zondag. Maar zaterdag tel ik niet mee, want het is zaterdagnacht gebeurd. In ieder geval de derde dag nadat ik aan het genezen ben. En ik ben aan het genezen, want je ziet het, ik kan al lachen. Hè. Maar er staat dus een raar beest. Allee, jullie zouden zeggen, allee, daardoor is toch niet raar. Dat is toch gewoon een kat. Ja, maar die kat is het er al... Niet al heel lang zo, die beweegt niet. Het is een opgezet beest. Kijk. Zie, dat zat er al heel de tijd zo. Dat is iemand die zijn kat verloren is. Dan beslist. Oh, weet je wat? Ik zal het even opzetten en dan zet ik ze voor de rest van mijn leven voor de ruit. Super raar. Nou, oké. Okay. Ik deel het even met jullie dat je dat raar vindt. Ik weet niet jullie daarvan vinden, maar als mijn kat sterft, dan gaat hij gewoon de grond met een plaatje bij van Rip Minou of Rip wie dan ook. Maar ik ga ze niet. Ik ga ze niet voor de ruit zetten. Dat vind ik raar. Oké, we zijn in de auto. Het is vandaag vrijdag. 10 februari. Wat is het? 10 februari en binnen een maand ben ik jarig. Ja, maar ik wou dus zeggen, 6 dagen van wanneer ik ziek was. In mijn, zoals je kunt horen, nog altijd niet 100% in orde. Maar ik ben wel met de auto naar hier gekomen. En we hadden het misbegrepen. Voor niks, want ze heeft dus... ja, hoe heel vaak dat die vlogbeelden ook waren tot nu toe. Ik was ziek en als ik die beelden er bekijk, denk ik van... Hoe ga ik deze in godsnaam gaan editen? Maar waarschijnlijk zal ik er wel iets van kunnen gemaakt hebben, zoals je kunt zien. In ieder geval is hij dus geslaagd op haar theorie-examen. Maar in mijn geval was hij inderdaad naar het gemeentehuis gaan. We gaan de L halen, want mijn papa en mijn mama en iedereen die zijn rijbewijs langer dan volgens mij toen 6 of 8 jaar had... kon perfect mij leren rijden. Nu is dat helemaal anders. Nu moet je... 10 jaar een rijbewijs hebben, ongevalvrij. Je moet zelfs nog cursussen volgen om andere mensen te mogen leren rijden. Dat is echt allemaal fucking bullshit. Ik vind allemaal geldklopperij. Want dat wil zeggen, ja, nu gaan mensen wel zeggen, ja, maar dat is toch geen geldklopperij daardoor? Want dat draait toch allemaal om veiligheid? Ja, oké, akkoord. Maar dan vind ik dat je elke 10 jaar dat iemand een rijbewijs heeft, automatisch een test opnieuw moet laten doen. Maar want dat wil zeggen. Dat toch helemaal niet doen? Ah nee, maar dat wil zeggen dat je bestuurders niet vertrouwt, hè? Maar, ik ben 10 jaar in bezit van een rijbewijs. Lieve, jij moet toch geen test doen om mij te laten leren? Jawel. Nee, dat is niet waar, want ik heb dat opgezocht. Ja, dan heb je dat fout opgezocht waarschijnlijk. In ieder geval, alleen in dat geval hadden we hier moeten zijn. Want ik ga met de rijschool leren rijden, 20 uur. En dan moest ik hier dus toch niet zijn, dat wist ik allemaal niet zeg. Kon een beetje duidelijker, hè? Inderdaad, ik had gewoon die L gaan halen. Ik had dat gewoon gehaald, die cursus, en dan werd ik al lang aan het rijden. Maar 20 uur, het is jouw keuze, dus dat moet je dan maar jou leren rijden, zoals gewoon best. Ik ga niet ook van de toren blazen, maar ik denk wel dat ik mensen kan leren rijden, ja. Ik zou dat wel goed doen, denk ik. Je mag 200 rijden op de auto snel. Nee, ik zou het wel reglementair doen, hè. Dan zou ik het wel reglementair doen. Trouwens, nu zie ik het pas. Wat? Daar, dat brugje. Ja, dat wist je dan niet? Daar, weet je wat brugje dat is? Dat is het brugje waar we voor de eerste keer foto's hebben gemaakt. Ja, voor wifi gewoon. Weet je nog?
Zwaar, hè? Dan hebben we een selfie gemaakt. Ja, toen waren we nog besties. Lieve, lieve, de politie, we moeten snel weg zijn van ons betrapt. Oh. Ja, mijn achterbank was er net een beetje wit, ik heb dat weggedaan met mijn toe. Wit? Van de poeder van de pre-workout. Ah, snot. Ja. Ja, inderdaad, mijn pre-workout was ontploft. Mijn achterbank vol met witte poeder van mijn pre-workout. In ieder geval, we zijn dus nu content aan het maken voor een vlogje. Dat ik twee verschillende keren een rijbewijs moet komen afhalen. Nee, maar eigenlijk is dat domme, ja. Dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, de beelden die we tot nu toe hebben gezien, zijn ook gefilmd in een ander format. Ik dacht te filmen aan meer FPS en heel gedoe, dus dat gaat heel raar zijn misschien, I don't know. We gaan verder van vandaag naar morgen eigenlijk, want morgen ga ik naar Redux Gaming. Dus ik ga hier bij de camera van vandaag wegleggen. Ik ben nog niet 100% in orde. We gaan gewoon nog even genieten de laatste dag samen, want dan is ze weg tot zondag. Ik zie haar twee dagjes niet. Nee. We gaan nu pannenkoekjes eten en dan zien we elkaar morgen. Waarschijnlijk weer in de auto op weg naar Redux Gaming. Want ik heb morgen een bijeenkomst en ik hoop dat ik iets beter ben. Want als ik nu ben, kan ik wel gaan, maar ik zweet me nu al te pletteren van dit op te nemen, van die energie erin te steken. Dus ik denk dat ik toch nog een keer goed moet gaan slapen vandaag als ze even weg is. Dus, maar komt wel goed. Dikke merci om te kijken. Doe een duimpje omhoog en laat een reactie achter wat je het nu toe van de video vond. En dan hoop ik morgen iets energieker te zijn. Dan zijn we back zoals we back waren, denk ik nog niet. Nee, Maria gaat nog niet 100% hetzelfde zijn. Ik hoop te veel dat het zo gaat zijn. Ik ben echt geveld, man. Een week corona. Liefje, ja. Mag je mij niet zien. Wie is dat? Voorbij? Nee. Ziet je, die was aan het kijken. Ja, wie is dat? Dat is Erik. Wie is Erik? Van de tennis. Wat van de rare fucker. Die kreeg echt twee keer. Nu wist wel weer gewaard, hè. Voor mij was een papier voor mijn hoofd. Ja, wat een stalker is dat? Nee, maar allee, eigenlijk boeit het niet, maar ik wou. Oké, dag Erik. Zo kan ik niet met je werken. Tot morgen. Jojo. Deze meent je nooit. Dat kun je niet menen. Ik stond net daar geparkeerd, aan de overkant, naast een boutique, voor naar de kapper te gaan, naar de ferro. En ik sta geparkeerd, ik wil in mijn handschoenkastje mijn blauwe kaart pakken om te parkeren. En ineens hoor ik... Ik zeg, dat meent je niet, hè. Kijk naar links. Jawel, op mijn spiegel gereden. Ik heb hem al naar binnen gedaan. Je kunt een beetje zien. Hier is hij een beetje... Zie? Ik tril allemaal nog van daarnet. Hier is hij gebarsten. Hier zo. Nee, dat is niet onoverkomelijk, hè. Maar zoals jullie weten ben ik nogal gesteld op mijn bezittingen. En alles wat ik heb moet deftig zijn en proper zijn en netjes zijn. En wanneer het stuk is, vind ik dat niet fijn. Dus wat gebeurt er? Ik hoor... Ik kijk naar die auto. Die auto rijdt gewoon weg. Ik zo, wat? Ik zo... Daarachter, de auto gewoon weg. Dan rijdt hij de parking op aan de Aldi. Die vrouw die kijkt zo naar mij. Oh shit. Zo'n vriendelijke vrouw. Ik zeg, mevrouw, je hebt mijn spiegel kapot gereden. Kijk zo naar die spiegel. Die hangt daar zo helemaal uitgebengeld, zoals jullie kunnen zien. Hangt er zo helemaal uitgebengeld. Dus ja, het is niet goed, hè. En zij zo, ik zeg, ja, papieren invullen, hè. Kunnen we dat niet zo regelen? Ik zeg, ja, dat gaat wel, maar ik weet niet hoeveel het kost. Dus we gaan eerst kijken hoeveel het kost en dan moet je van mij met een spiegel betalen. Dus gaan we nu eerst naar de kapper. En dan ga ik eens vragen wat het kost om een nieuwe spiegel. Of ja, we gaan milieuvriendelijk denken. Eens kijken of het te maken valt. Ik vrees ervoor, want dat is plastic. En anders dan, ja, is het gewoon een nieuwe spiegel. Ik denk gewoon een nieuw kapje van voor ze. Dus moet ik eens even naar Jaguar voor bellen. Nu naar de kapper. En dan ja, dacht dat het einde van de dag al gefilmd was vandaag, maar duidelijk niet. Misschien komt er nog van alles aan. In ieder geval, ik heb mijn spiegel al schoon dichtgeklapt. Ik ga nu naar de kapper gaan, dat ik morgen bij Redux met een fris kopje kan staan. En dan zien we het wel. Nou, we hebben weer wat te vertellen. Ongelooflijk, hè. Jawel, we're back on track. Kijk eens aan, nieuwe koepie. Ja, nieuwe koepje erbij. Oh nee, nu kijk naar die auto en nu. Oh, dat is echt zo zonde. Normaal.
Zie. Maar kijk. Er zijn ergere dingen in het leven. Dat zei ik er net tegen die vrouw trouwens ook. Ik zeg, mevrouw, er zijn ergere dingen in het leven. Hè. Ik zeg, sorry, zei hij zo. Ik zeg, ja, maar ja, dat is niet erg. Dat kan gebeuren. Hè, maar het vervolg wil stoppen in plaats van doortrijden. Maar ik had het niet gezien. Ja. Allee, hij heeft nu 3 straten naar gereden zonder de spiegel dan te gebruiken. Hè. Met de spiegeling eraf. Maar ja, in ieder geval, nu naar huis. Beetje gaan gamen, beetje film kijken, beetje rusten terug. Morgen naar reden. Dus morgen ga ik pas mijn camera terug vastpakken. Voor vandaag lekker weg. En ik hoop dat ik thuis ga ik zonder te veel schade aan mijn spiegels. Oh, echt. Het kan nooit vlekloos verlopen bij mij. Nooit. Maar ja, het leven is al zo triest. Dus er gebeurt al altijd iets in een dag wat alleen normaal is bij mij. The next day. Goedemorgen. Nieuwe dag. Nog niet 100% genezen. Maar wat zijn we aan het doen? Aan het tanken. Je raakt er nog allemaal aan als je ze kan tanken. Oké, nu zitten we vol. Op naar Susteren met een installaat. Standaard, we kennen me. Het is nu, wacht even kijken, 9. Ik zou toekomen om 7 na 10. Ik wil 10 uur daar zijn, dus dat halen we nog wel. Dus op naar Rebus Gaming. Ik heb al geraced, zo met de nog eens racen, maar ik heb nu al lekker koffie gaan halen voor de 3e keer denk ik al. Want het is pittig zo, nog niet 100% genezen, zeg maar. We gaan er tegenaan. Maar eens kijken, het zijn helemaal aan het filmen. Goed aan de kant gaan. Voor Marcel. Voor mij ook. Denk ik. Ik ben hier ook echt. Jij. Hé, wat is dit? Dat is een pro. Gaat ie. Ik zal hem even moeten laten vallen. Ja, next level is. Ja. Thrustmaster. Ja. De directie van next level aan het sturen en de beest van Thrustmaster. Opnames. Oh nee! Oh nee, kijk, dit gaat. Ik deed gewoon even een donut. Ik kan dit toch helemaal niet. Oh wacht. Ja. Nee. Yeah. Oh, dit gaat helemaal niet goed hoor. Ik mag hopen dat autorijden makkelijker is dan dit, want anders ben ik gevaar op de weg. Oh, op 1, hè? Je hoeft niet best te hebben. Nu, vol gas. Draaien. Ik kan dit toch helemaal niet. Van de Jasper zijn pedalen worden verwisseld, dus links wordt gas, rechts wordt stoppen. Fucking raar. Prachtig uitzicht. Ja. Ja. Vind je van niet? Nou, prachtig uitzicht. Ja. Het kijk je zit. Het kijk je zit. Lekker vrolijk zijn. Ja, dat is het leuk ook, denk ik. Ik denk dat wel leuk zou zijn. Maar één ritje zelfs. Ik heb eerst een 20 gereden. In Zandvoort. Tot nu toe? Ik denk dat het tweede is of... Misschien als eerste met die handicap. Heb jij straks... Ik had even nog steeds die handicap. Oh. Maar eenmaal. Ja. Heb je straks die handicap nog? Tot wanneer? Dus je kan er 2 hebben. Die heb je gewoon de hele red. Oh. Echt? Ja. Ah, oké. Okay. Maar dat valt mee. Dit is echt helemaal... Ja, maar je straks nog geen trein. Ja, nee, dan, jij gaat dus niet draaien aan de rat, hè? Nou, tot nu toe draait, wel. En dan zeggen draait weer, komt eruit. Ja, ik had het uiteraard. Oké, dan moeten we stil zijn, want... Yes, reclameblokje. Reclameblokje, allemaal mondjes dicht, alsjeblieft. Wat je eraan doet. Dag, yes, joejoe. Ga je de reclame filmen? Nee, maar weet je wat Isan het zei? Wat zei Isan? Dat je een mooie poep had. Maar je poep stond in de weg. Oh ja, jij zegt poep. Ja. Ja! Wat zeg jij nou? Ik had net wel een koeien. Ja, dat is een wat bedoelt je dan eigenlijk? Ja, reclameblogs kunnen, guys. Het is goed. Oh, en check dit. Bij een streamer.
haal je die microfoon gewoon eraf. Dan heb je niet zo'n rare antenne tijdens het streamen. Dit gaat zo niet goed. Dat was heel chill getimed. Geef je antenne weer terug. Andere kabels vol. Zeg Jasper, je hebt zo'n rare gas. Gaat het toch maar rechts? Hij zit eigenlijk te strikken. Natuurlijk. Goed gedaan, guys. Ja, ik ben nog niet klaar, maar als de hele tijd... Dit gaat betekenen dat ik geen laatste meer word, denk ik. De kans is vrij groot dat dat niet zou zijn, ja. Epos maakt alles van gaming headsets, bedraad of draadloos, tot externe geluidskaarten, zoals de GSX-1000 die we vandaag gebruiken. En het klinkt allemaal fucking goed. Zal ik dat niet zeggen in een reclame? Dat stond ook niet op schermpje, hè? Dat is ongelooflijk. En het klinkt allemaal supergoed. Ik heb er ooit een paar gereviewd als je dat interessant vindt. Check readersgaming.nl/epos. En moeten we nog even een momentje pakken voor onze racing. We wisselen de pedalen en die man die rijdt gewoon alsof het niks is. Ik zal geen prijzen benoemen, want die veranderen best. Ja, maar... Misschien ook door de broek, ja. Nee, dat doet hier pijn. Bij mij. Heel raar. Ik probeer even naar jullie toe doen. Hier pijn. Alsjeblieft. Ik kan nu verder. Hoe kan dat nu? Daar gaat de broek van. Nee, geef dan! Hoe dan? Iets flexibeler. Je hebt een echt zieke spanbijten, man. Ja, maar de adelaar. Het is sumo, toch? Kaas. Na de opnames gaan we gezellig samen eten! Ja, jongens. Samantha gaat voor kaas. Ja, wie wil dat? Nee, jij hebt ook gezond. Ja, Isa. Nee, ik wil da. Da. Wil je wit of bruin? Wit als schaaf. Ik wil ook wel bruin, maar ja. Niet. Thanks, man. Ja, ik heb ook al noodels. Ja, ik zie wel ook een beetje. Zo. Ik wil dan graag zo in. En daar is het klaaghoofd van de dag. Oh, het is allemaal mooi frisjes. Ja, goed. Nee. Zo, tegen de lens aan. Oeps. Ja, kijk maar. De winnaar van de dag. Safi's, kijk eens. Word je kaas? Word je gezond? Word je ham? Geen aandacht. Word je... Kijk, maar broodje ham. Die heb ik hier. Waar is mijn jas? Die heb ik even gedaan, ja. Oh, oké. Ja. Dan kunnen we die twee stoelen pakken. Dan deze even pakken. Smakelijk, hè. Smakelijk. Oké, we hebben de partner meeting net gehad. Dus het jaaroverzicht dat er allemaal gaat plaatsvinden. En nu komen we de prijzen halen. Iedereen, waar zijn de dozen in? Deze is mijn prijs, maar mijn deel zit hierin. Deze was van jou, hoor. Dit is oké. M. Ja! Ik zal nog iets aan weten. Ik weet, sommige heb ik een M, sommige heb ik een L. Dus. Je bent natuurlijk niet, ja. Niet zo breed. Maar niet breed, maar dus jongens en meisjes, als jullie een richt zoeken, is dat bredigst te doen. Hè. Dat is echt wel dik. Check, joh. Het ziet er klein uit, maar een monster op een seetje. Ja, nice, toch? Ik heb bij mij thuis eentje die in Formule 1 houding ligt. Dus dan lig je echt neer in je stoel. Zo'n monkey? Ah, nee. Wat bedoel je, monkey? Ja, dat is zo een dan... Ja, dat is een toch? Monkey? Ah, zo dat je zo... Ja, ja. Zo, het zal zo, ja, zo is dat op de grond zit, zo'n kart. Achter ja. Zoiets, hè? Ja, maar dat is een monkey frame. Ja. Ja, alleen, je hebt ook een merk dan monkey of zoiets noemen. Ja, een monkey frame. Dat is echt zo, ja. Dan ligt je zo precies op elkaar. Okay. Dat is wel vet, man. Maar ik zeg het, ik, als ik zoiets aanschaf, joh, ik zit daar één keer per week op ofzo, dat is niet echt mijn content. Maar als je zoiets hebt, ja, dat is wel... Ik heb het ook maar gehad omdat ik het eigenlijk al moest. Want de pedalen die ik heb, die kun je gewoon niet anders gebruiken. Die moeten op en licht zijn. Ja. Check het ding eens. Zo is vet dit, hè. Wij gaan op naar huis. Ik ga terug naar België. En dan ga ik rusten. Want het was misschien toch een heftigere dag dan ik dacht. Heel veel gezweet, dus ik ben niet 100% genezen. Maar we gaan nu op naar huis. Oké, lekker ingepakt. Weer een headsetje om weg te geven aan de community. Jasper gaat weg, Melvin gaat weg. En ik ga zelf ook richting thuis. Om even terug te gaan chillen. Want het was toch pittiger dan ik dacht. Het was een leuke dag. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. Maar de dag is nog niet om. Nu eerst naar huis. En dan de vlog afsluiten. Woeh! Leuke dag. Fleepia! Fleepia! Hoe gaat ie? Zeg! Hoe is het met jou? Ja! Fleepia! Piep piep!
Lotte. Ja, zeg. Jawel. Hoe is het met jou? Jawel. Zeg. Ben je blij dat ik thuis ben? Ja. Ben je blij? Ja. We gaan de vlog afsluiten. Dat wordt even laten zien. Onze Calippo. Als ze blij dat ik thuis ben. Mooi, Flupje. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Dan duimpje omhoog. Laat een reactie achter hier beneden. Is waar, Flippie? Ja, hè? Laat een reactie achter hier beneden. En dan zien we elkaar volgende week terug bij een nieuwe vlog om 4 uur op woensdag. En dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps. En jojo! Welkom bij de Dart of M. Schuif maar aan en join the chat. Welkom bij...